Marciano, uh, yes. hoe zou je deze wedstrijd willen, uh, in, in, in één zin willen omschrijven? Um, ja, bizar. Je, 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 je geeft eigenlijk best wel hele grote kansen weg. Maar zelf krijg je er ook een aantal waarvan ik dacht, van, nou, die hadden er best wel in gemogen, Met name die van Til. Ja, ja. Dat was echt een mega, mega kans. Alleen en, daar je, af. Je, en daar kun je de wedstrijd. Eigenlijk ook wel beslissen. Tuurlijk, op het einde maakt Benitez een aantal fantastische reddingen. Maar de wedstrijd uh, was vrij open in het begin, doordat PSV heel erg op 1-1 uh, wilde gaan spelen. Boscali die uh, uit zijn positie liep te pas en te onpas. En dat ging een aantal keer echt goed fout. Maar uh, al met al heeft, denk ik, PSV. Ja, hoe zeg je dat? Een punt gewonnen, gewonnen. Uh, ja Bij, toch? Elka bij elkaar 7. gevochten ook. Bij elkaar gevochten, dat is ja. beter, ja. Bij elkaar ja. gevochten, gestreden. En, uit, het, en... uit het vuur geslepen. Uit het vuur, uit het vuur geslepen. geslepen. Dat is niet een punt gewonnen, want ze hebben ook gewoon kans gehad. Ik vond Noah Lang uh, goed spelen. Ik vond de jonge Dams, ja. vond ik het echt uh, prima doen tegen Dembélé. Um, ja, weet je, Boscali heeft goede dingen met hele bizarre dingen gedaan. Ik vond Flamingo weer in een Champions ja. League gewoon zijn mannetje staan. Dus PSV overal, het middenveld wat door elkaar heen liep, overal was het. Er gebeurde veel. Er gebeurde veel, maar um, ja, uiteindelijk heb je dus een strijd om een punt. Ja, Ik pak het er allemaal uitgebreid bij straks. Ja. Uh, Sjoerd. Uh, even bij het einde beginnen. Uh, toch wel fijn, hè, die VAR? Ja, nee, Dit soort situaties uh, is het top. Nee, ik ben sowieso altijd voor technische hulpmiddelen geweest, ja, 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 dat niet, weet uh, ik. niet meer woorden verdraaien. Nee. maar um, nee, dat was een uitstekende ingreep van de vijf. en Voorkomen logisch ook. Ik zeg dat ik in eerste instantie wel dacht dat hij zijn benen mee Ik ook. Ja. En Pas toen je het shot van de andere kant zag, toen was het overduidelijk dat hij de bal speelde. Dus uh, voorkomen terecht. Maar ook daarna was het nog niet gespeeld. Hè? Nee. want het was nog twee minuten. Zo, je zei uh, het nog. Knijpen, ja. 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 het werd zeker uh, binnenknijpen. knijpen. Bram, uh, laten we met jou bij het begin beginnen. Uh, het is bij Peter Bos niet meer verrassend dat hij zo begint. Maar het blijft toch het blijft mooi dat je met een middenveld met Sabari, Tilman en Til uh, speelt. Ja, dat was wel een van de eventuele opties. Maar ja, ik vind dat wel mooi. Hij kiest echt voor de voetballende optie altijd. Ja. En ik ja. moet zeggen, ik vond, vond Tilman echt voor de verdediging. Of, of voor de verdediging in ieder geval op het middenveld, vond ik hem ook echt wel aardig spelen. Ook wel in het verdedigende posities kiezen. Voor met name de eerste. Nou, ik denk 20 minuten dat het middenveld van PSV wel een beetje zoekende was. Ja, daarin ook een Moskagli die af en toe zelfs voor zijn middenveld, uit, uh, middenveld ja, uitkwam. Als, dus, als nummer 10. Ja, echt als nummer 10. Dus dat was best wel bizar hoe dat aan het begin ging. Daar kwamen ze denk ik goed weg. Maar ja, ik denk dat het uh, ook op het eind, hoe die zich een paar keer nog ervoor gooit. Ja, ik, ik vond daarin wel... Uh... Nou, dat, Of een openbaring vind ik een veel te groot woord. Maar nou, ik vond het wel een mooie, mooie oplossing die uiteindelijk nog wel redelijk uitpakte. Ja, bij Tilman zag je vandaag dingen die, die je af en toe wel eens ziet: in, in glimpen van als hij als team speelt, dat hij heel hard terugrent of, of een tackle inzet. Maar vandaag was het. Stelselmatig eigenlijk. Ja, ik heb hem zelfs een paar keer in eigen 16. Inderdaad, dat die mensen van de bal afliep. Ja, dat, uh, dat zie je Til niet zo vaak doen. Dat is meestal de meest sierlijke voetballer die op het veld staat bij PSV. Ja, uh, uh, Alex Pastoor gebruikte bij, uh, bij Ziggo uh, de, de klusjesman-artiesten-vergelijking. Uh, normaal heb je een paar artiesten en een klusjesman in schouten, dan die het op moet lossen. Er uh, was geen klusjesman vandaag. Uh, nee, Tilman, die vermomde zich als klusjesman. Als als uh, ja, maar man. dat deed hij tegen ja. de Sporting ook, hè? Ja, klopt. Uh, toen, toen stond hij ook op de achterlijn uh, ja. te verdedigen op een gegeven moment. Dus hij, dat, blijkbaar is het de speler die, die wel heel erg herkent dat hij in de Champions League-wedstrijden, dat daar meer van hem gevraagd wordt. Dus hij heeft natuurlijk een beetje een laconieke stijl. Um, maar blijkbaar is het wel een jongen die het snapt. Want, ja. want ja, dat, dat zie je in dat soort momenten heel duidelijk terug.